Het gaat over Pizzeria Novara. Het hoofdpersoon is Brahim. De vader van Brahim is hier de baas van, maar hij heeft last van reuma en is erg opgefokt de laatste tijd. Oom Faris is een van de werknemers en werkt heel hard. Brahim vertelt dan ook dat hij bij het bezorgen soms te maken krijgt met discriminatie. De vader van Brahim zegt dat oom Faris geld heeft gestolen van de zaak en oom Faris wordt ontslagen. Brahim moet de zaak overnemen en moet spijbelen van school om het goed te laten verlopen. Oom Faris en zijn zoon Haas richten een andere pizzeria op, Pizzeria Melodia. Er ontstaat een ruzie tussen de familieleden en ze proberen elkaar een slechte naam te geven en elkaar te saboteren. Novara verliest veel klanten en Melodia trekt een veer aan. Brahim gaat niet meer naar school en de spanning tussen de families loopt op. Hij gaat naar de sportschool als afleiding. Brahim komt in contact met een Chinees. Hij runt een Chinees restaurant, maar dat is al een paar jaar gesloten. Brahim is zo boos dat hij besluit om een wapen van de Chinees te lenen. Ook vertelt hij alles aan de Chinees wat er is gebeurd. De pizzeria's organiseren een voetbalwedstrijd die er fel aan toe gaat. Door een clip van een buikdanseres met Brahim wordt de vriendin van Brahim, Alice, erg kwaad. Brahim is nu erg boos. Hij stapt op zijn scooter en hij gaat naar Melodia. Het is leeg, maar toch komt daarna Faris en Haas tevoorschijn. Brahim gaat Haas achterna. Allebei zitten zij op een scooter. Uiteindelijk gaat Haas onderuit door Brahim. Haas raakt gewond. Dan vertelt hij Haas dat hij alles deed omdat hij jaloers was op Brahim. Iedereen gaat vrij uit. Brahim weet niet of hij Haas kan vergeven, maar in een WhatsApp-gesprek tussen Brahim en Alice blijkt dat het meeste weer is goed gekomen.